Het is echt ongelooflijk eenvoudig. Waar is de VGA-uitvoering? Dit is niet de goede. Iedereen die wel eens moet presenteren in een onbekende ruimte kent het wel. Altijd spannend of je apparatuur het wel doet. Hebben wij ook. We komen op plekken en dan denk je alleen maar, wat treffen we aan? Wij komen door het hele land op heel erg veel plekken waar we presenteren. En we hebben de ultieme oplossing voor jullie. Hoe je je zenuwen de baas blijft. Hoe je je lekker kan concentreren op de voorbereiding van je workshop. De gasten komen er al aan. Hoe fijn is het als je binnen een minuut of twee minuten je presentatie op het scherm hebt. Dus altijd heeft de beamer of het scherm ofwel een HDMI-aansluiting, je kent ze wel, dus gewoon dezelfde aansluiting als op je televisie, of een VGA-aansluiting. Je weet nog wel van vroeger, zo met zo'n blauwe plug. Wat je doet, is dat je bij de Apple Store zo'n klontje koopt. Hier is de HDMI-uitvoering, zo'n blauwe plug. Die kun je hiermee bevestigen. Dit is de iPad waarmee wij presenteren. Wij presenteren met Keynote. Je pakt de HDMI-plug. Die steek je in je iPad. Dan pak ik de HDMI-kabel. En draai hem maar eens om, Richard. Kijk eens op het scherm. Echt binnen een seconde heb je je presentatie op het scherm. Geloof me, het kan niet eenvoudiger dan dit. Geen gedoe met laptops, moeilijke plugjes, moeilijke klontjes. Je kan met je iPad of je iPhone, identiek, door middel van zo'n klontje, binnen een minuut, overal waar een scherm hangt, presenteren. Gouden tip.